Als je in Epernay de Avenue de Champagne afloopt, dan kom je uiteindelijk helemaal aan het einde van de straat bij een middelgroot champagnehuis, De Venoche. De Venoche maakt een hele mooie serie champagnes van extra brut tot en met rosé of eigenlijk tot en met de cuvée Louis Quinze, top cuvée van het champagnehuis. Maar waar ze het meeste van maken en ook het meeste verkopen is de Brut Cordon Bleu. Eigenlijk hun basis cuvée, maar extreem zuiver van smaak en hele hoge kwaliteit. De hele serie De Venoche is het proberen waard. En let erop, niet met oud en nieuw, maar altijd gewoon lekker aan het begin van de avond drinken. Of het begin van de ochtend.